Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Volde. En vandaag kijken we weer naar Spiksplinter nieuwe Creative World. Die walvis, die walvis, die walvis is niet zomaar een walvis. En vandaag ben ik alleen. Jurgen, kom je nou eens binnen, we gaan ontbijten. Oh, ik zat zo, hè? Wat? Daar was hij net nog. Oh, daar is die. Ik ben niet binnen. Ik was net bezig met die Nutella pot daar even wat broodjes aan te schillen. Oh, oké. Nice. Maar ja, zoals je ziet jongens, vandaag is het eventjes een korte update van Creative World. Want ik heb natuurlijk heel druk gehad met mijn tentamens, vandaar dat er wat minder video's waren. Maar we zijn vandaag terug en kunnen wij vanwege onze comeback 200 likes halen jongens. 200 likes. Dan gaan wij weer volop knallen met Creative World. Want ik heb nu weer iets meer tijd, dus ik heb ook iets vaker tijd om opnames te doen. Binnenkort gaan we weer een keertje bij David zelfs hier rondlopen. Dus dat wordt ook wel chill. Wie weet wat daar nog allemaal uitkomt. Maar vandaag gaan we eventjes kijken wat in de tussentijd allemaal is gebeurd. Want ik was misschien wel afwezig. Ik was natuurlijk druk met mijn dames. Maar de rest is zeker niet stil gaan staan. Oh, er is echt heel veel gebeurd. We hebben een geweldig team hier zitten. Echt yes. Niet normaal. En dit kleine woonbootje is zeker niet alles. Want er staat er gewoon nog eentje bij. Dat zijn de buren. Ik denk wel dat dit randje misschien weggehaald moet. Het is een beetje vreemd zo, hè? Dat je... Ja. Dat fixen we nog wel. Maar ja, dat komt vanzelf wel. Deze hebben een toilet. Ja, daar klaagt een aantal mensen over. Ja, mensen, ja, weet je, ik snap het. Je kan geen badkamer soms erin maken, omdat het gewoon... Anders moet je zulke grote boten gaan bouwen, weet je wel. Mensen moeten gewoon lekker in het water springen. Ah, kijk, gezellig hier zo. Ja, het ziet er allemaal wel heel chill uit. Ik vind het wel heel tof met deze tekstje. Lijkt echt alsof kastjes hier bovenaan. Ja, klopt. Daar hebben ze heel goed over nagedacht, ja. Maar dat is inderdaad ook met textpacks, die passen zich daar natuurlijk ook op aan. Want dit textpack is er natuurlijk ook echt voor gemaakt om creative te bouwen. Dat merk je gewoon. Nou ja, hier lag natuurlijk onze woonboot. Nou, die is er nog steeds. Zoals je ziet komt er hier straks ook nog een bruggetje langs. Waarschijnlijk komt er ergens in de buurt ook nog een manier om naar beneden te komen inderdaad. Zodat je wel echt bij je huis kan komen. Dat moet inderdaad nog gebeuren. Nou, jij ziet hier in de omgeving eigenlijk het deel wat jullie gewend zijn. Hè, dat is al heel ver, dat deel. Dat is zo goed als af. Je ziet hier en daar nog wat uitroeptekentjes en zo. Dat is gewoon Damien die zegt van jongens, opletten op dit. Maar, heel streng. Maar, Damien, jij hebt deze week een video gemaakt, behind the scenes video, op ons andere kanaal. Voor als je het niet weet, we hebben samen nog een Minecraft kanaal waar we alleen maar bouwvideo's op uploaden. En daar doet jij altijd behind the scenes op Creative World van. En daar heb jij laten zien hoe je dit deel hebt uitgepland. En dat was op het moment dat wij dit opnemen op vrijdag, was dat 2 of 3 dagen geleden dat je dat hebt gedaan. En dat ding is nu al bijna volgebouwd. En ja, het is nu al bijna volgebouwd. Dit grote stuk is waar het kanaal straks doorloopt. Dus hier komt het grote kanaal nog verder. Hier komt een groot ziekenhuis te liggen. Je ziet hier een paar stukjes waar wat natuur in kan geplaatst worden. En je ziet weer heel veel huizen. En die huizen zijn dus echt in een no time gebouwd hier zo. We hebben hier een mooi geel huis. De Yellow House heet het ook. Heel toepasselijk. Heel toepasselijk, ja. Ik zag dat ding. Ik dacht van wat? Oké, nou ja, ik moet zeggen, het ziet er best wel leuk uit inderdaad voor een geel huis. Ik ben even snel heel even naar binnen. Een klein stukje van de inrichting gaan. Ik ga niet helemaal naar boven, want ja, als we dat bij alle huizen moeten gaan doen, dan zijn we wel even bezig. Dan zijn denk we ik. Even bezig, ja. Maar het ziet er inderdaad wel heel tof uit. Nou, hier mist nog één huisje, maar jongens, kijk nou eens. Hier hebben we gewoon een huis. Dit is een. De restaurant Amour. Oh, ja, deze verdiepingen zijn nog leeg, maar deze niet. Deze zijn gewoon mooi vol. Dan hebben we de decoratiewinkel. Oh, dat dit was ook een ethos, maar toen kwamen ze dachten dat ze hier alleen maar fase in hadden gedaan. Want ze waren nog nooit in een ethos geweest. Oh, ja, dat is niet zo. Heel handig, dus, nee. Even een andere titel. En hier hebben we ook weer een mooi gebouwtje. Deze is wel helemaal ingericht. Oh, dat vind ik ook wel tof, dat gewoon bijna alles is al helemaal ingericht. Dat is wel heel erg chill. Maakt het ook wel heel interessant. Oh, dit is vet. Dit huis hier zo op de hoek. Ja, hier moet je naar beneden. Ja, nee, dat bedoelde ik juist. Dat als je hier langs loopt, kan ik dat gewoon allemaal zien. Dat vind ik juist zo vet. Niet dat het hier is, maar dat je dit ook echt zo goed kan zien. Dat je zo mooi naar binnen kan kijken. Dat is echt heel tof. En dan... Oh, hier is niet... Het is wel al gefilterd. Ik wou zeggen, daar is het leeg, maar dat is niet zo. Heel erg tof. Heel tof om hier zo naar binnen te kunnen kijken. Dat geeft echt een extra laag, extra dimensie eraan. Omdat het niet
rechtdoor kijken is, het is wel een beetje naar beneden of zo. Ik weet niet, het heeft iets, ja, heeft iets apart. Het is wel mooi. Oh, en dan heb je hier, oh, dat is een ander huis, zeg maar. Het is gescheiden van elkaar. Ja, het ene stuk is zijn bedrijf en het andere stuk is waar hij kan wonen. Oh, dat is wel heel tof gedaan, inderdaad. En dan hebben we hier weer een huisje. Jongens. Het ziet er inderdaad wel allemaal heel tof uit, in ieder geval. Allemaal nieuwe delen. Hier nog wat huizen. Ik kijk ook gewoon een beetje door de ramen, spiek ik gewoon naar binnen. Zodat je toch een beetje ja, al die inrichting kunnen zien. Want jongens, wat is er veel bijgekomen. Kijk dan, hier mist ook één huisje. Nou, dat is het dan. Op dit hele blok missen dan twee huisjes tot nu toe. Oh nee, drie. Nog een paar. Nee, die tellen niet mee. Dat is niet hetzelfde blok. Dat tel ik niet mee. Deze tel ik mee voor dit blok. Maar oh, als je dit nu al ziet, dit is gewoon zo tof. Dit is gewoon bijna gewoon een hele wijk of deel van een wijkje er weer bij. En hier komt een torentje. Dat vind ik wel heel, heel leuk. Een torentje. Dat vind ik wel heel spectaculair. En een rotonde. Dat is natuurlijk sowieso wel echt typisch Nederlands. Ja, dat is sowieso. Overal van die rare je ziet de pijltjes op welke manier de auto's moeten gaan rijden. Dus hier komen echt auto's te staan die laten zien hoe er gereden moet worden. Ja, precies. Het kan maar één kant op. Ja, klopt. Want het zijn natuurlijk maar dunne wegen. Maar hier bijvoorbeeld, hier zie je wel dat hier heb je wel twee weghelften. Dus hier kunnen ze wel allebei de kanten oprijden. Daar moet je natuurlijk ook zeker rekening mee houden. Dat het niet straks heel onlogisch staat met auto's. Dat wordt ook nog een pittige, denk ik, hoor. Ja, zeker. Maar het ziet er wel heel tof uit. En dan is er nog een klein stukje bij. Want dat is hier namelijk voor of achter het paleis. Achter het paleis. Een stukje verder is ook nog het een en ander gedaan. Ook nog. Maar ik zie hier in ieder geval natuurlijk al toffe bruggetjes, inderdaad. Die hebben we ook een keer een let's build van gedaan op Mordone. Dus op ons andere kanaal staan die. Dus mocht je dat willen zien. Als je deze brug wil leren bouwen, ongeveer dezelfde brug. Dat is precies dezelfde brug. Ze hebben hem precies nagemaakt. Nou, het is niet helemaal hetzelfde, want die andere is 1.9. Dus heb je iets andere dingetjes kunnen gebruiken. Maar het idee is inderdaad helemaal hetzelfde. Dus wil je die leren bouwen? Dat kan. Kijk op ons andere kanaal. Linkje in de beschrijving. Zelfde reclame. Ja, en hier heb je gewoon weer heel toffe huizen. Ik vind het gewoon zo tof dat bijna alles al compleet is ingericht. Bruna. Ja. Nice. Ja, als je daar straks nog een stukje verder, want daar is ook ontiegelijk veel nieuw huis neergezet. Daar zijn heel veel huizen zien dus inderdaad. Om de molen heen. Holy damn, man. Dat is nog meer dan dat je in eerste instantie dacht. Ja, dat is nog meer. Dit hele deel heb ik nog niet eens gezien, inderdaad. We hebben hier een Intertoys, we hebben hier een Davy en Amro zit hier ook. Holy damn. Oké, ik ga even rustig alles een beetje bekijken, hoor. Want anders dan mis ik de helft. Kijk eens aan, jongen. Holy shit. Wacht, is dit nou weer een... Oh, wacht. Ik zit aan de verkeerde kant, denk ik. Is dit wat ik denk? Dat... Oh, ja. Sushi bar. Ja. Trendsetter ben ik. Dit is een tweede sushi bar. Wat Duzu David sushi bar. Oh my god, I like it. Nog gewoon, ook gewoon een stap groter, weet je wel. De concurrentie is on. Ik ga gewoon, nou moet ik dit overtreffen, hè. Dus ik moet nog een grotere. Nee, je weet wat ik wil bouwen, wat wij in Amsterdam hebben gezien. Dat wordt sowieso een stuk groter en vetter dan dit. Je weet het. Had iets met water te maken. En met dit. Oh god. Ja, maar misschien komt dat wel op dit project of op Mordone, I don't know. ABN AMRO. Nice. Kijk met de inrichting van ABN AMRO. Top om te zien hoeveel er gewoon in zo'n korte tijd bij is gekomen. En dan ben ik... Ik moet vaker gewoon even tentamens gaan maken en dan terugkomen en dan gewoon drie wijken erbij. Hey, dit is de Intertoys. Oh my god, dit is zo grappig om te zien. Batman! Batman. Oh my god. Oh, Pikachu! Ja, dat is wel echt heel tof. Nou, dat was bij het hotel inderdaad, met een molen. Jongens, zoveel gebouwen erbij. Damn! Ja, maar dit is... Hier begon het allemaal. Deze hoek. Hier begon Amsterdam. Dit is het eerste huisje, jongens. Kijk nou eens wat er allemaal bij staat, man. Kijk de eerste aflevering eens terug voor de grap. En dan naar deze aflevering kijken. Hoeveel er nu al bij is gekomen, jongens. Holy damn. Alleen Starbucks. De eerste,
De eerste aflevering stond al redelijk wat huisjes, want ik had genolen. Ja, maar toen had jij natuurlijk genolen, want jij zat er al een week op of zo toen ik kwam. Of tenminste een halve week of zo, een paar dagen. Een stuk of drie, in ieder geval. En jolly damn, man. Nou ja, je ziet het, er is heel veel gebeurd in Creative World, dus het was zeker wel eventjes nodig om een snelle, korte update video te maken van wat er allemaal is gebeurd. Hopelijk halen we dus weer de 200 likes, dat zou super tof zijn. Als we dat kunnen halen. En dan binnenkort gaan wij zeker weer verder. Ik denk dat wij dan weer lekker ergens zelf aan de slag gaan. Even kijken of wij iets leuks kunnen vinden waar wij kunnen gaan bouwen. Ik ben Damien kwijt. Ik ben Damien kwijt. No! Dat is echt voor het eerst dat je mij kwijt bent. Nou ja, of jij bent mij kwijt. Dat kan ook. Ik ben je niet meer kwijt. Hallo. Oké, maar in ieder geval... Daar zit een admin. Oeh. Er zit hier een admin, jongens. Die is AFK. Hij is AFK cheater. Maar in ieder geval... Hopelijk vonden jullie dus weer een hele toffe video. Als dat zo is, vergeet niet eventjes een duimpje omhoog te knallen natuurlijk. We willen die 200 likes halen. Gewoon omdat het awesome is. En dat laat ons zien dat jullie er nog steeds super veel zin in hebben. Dat we hier zo vaak mogelijk een aflevering van gaan maken. Gaan we weer proberen wat vaker te doen in ieder geval. Nu ik iets meer tijd weer heb. Iets meer leven terug heb. Vergeet ook zeker niet een leuke reactie achter te laten met jouw suggesties voor Amsterdam. Al jouw ideeën of wat dan ook. De Buddy Invite staat nog open tot en met 21 mei. Dat is, als het goed is dat vandaag. Dus je kan nog heel snel zijn. En dan ga ik toch eventjes overal doorheen spitten. En samen met Damien overleggen wat de geschikte buddy voor mij is. Voor hier in het Amsterdam project. Want je gaat dus hier meebouwen. Dat is heel belangrijk. En dan hopelijk zien wij jullie volgende keer weer. En dan zeggen wij zoals altijd. Houdoe en bedankt allee allee. Oh, nou heb ik niks meer te zeggen.